Welkom dan nu even bij deel 2 van mijn verhaal. Wat maakt DAG, DAG-chain, nu anders dan blockchain? Je kunt het wellicht een beetje vergelijken met oude videobanden die op een gegeven moment eigenlijk niet meer werden gebruikt omdat de DVD kwam. Blockchain, het woord zegt het al, maakt eigenlijk gebruik van blokken waar transacties in worden geverifieerd om de zoveel minuten. Bij Bitcoin is dat bijvoorbeeld elke 10 minuten. Zijn er dus heel veel transacties en het blok is vol, dan moet je langer wachten. Of, zoals we recentelijk hebben gezien, moet je meer betalen om snel jouw transactie geverifieerd te krijgen. Nou, DAG-chain is een compleet nieuwe technologie. DAG-technologie zorgt ervoor dat transacties verifiëren. Dus hoe meer transacties er zijn, hoe sneller het systeem wordt. Blockchain heeft dus ook eigenlijk als nadeel dat het hoge transactiekosten met zich mee kan brengen. Ja, bij DAG-chain is dat niet nodig. Dus het zorgt voor supersnelle transacties die snel geverifieerd worden en die eigenlijk niks kosten. Dat is een betaalsysteem waar de wereld, wat mij betreft en wat DAGcoin betreft, op zit te wachten. DAG-technologie is dus enorm innovatief. We staan echt aan het begin van een nieuwe ontwikkeling. Waarom die ontwikkeling belangrijk is, is omdat er in heel veel landen in de wereld van munten gebruik wordt gemaakt die eigenlijk per dag bijna waarde verliezen, hè, inflatie. Of dat er mensen zijn die eigenlijk helemaal geen toegang hebben tot een bankrekening, een bepaalde manier van digitaal hun geld gebruiken. Nou, deze technologie maakt het voor hen mogelijk, als ze internet hebben, om mee te doen in dit financiële systeem en betalingen aan elkaar te kunnen doen. Dat betekent dus dat het systeem een wereldwijde dekking zal krijgen. En ja, denk je maar eens in dat je 20 jaar geleden in de ontwikkeling van internet mee had kunnen doen door bijvoorbeeld aandelen in Google, in Amazon, in Facebook, in Windows te kunnen kopen op het moment dat die technologie nog in zijn kinderschoenen stond. Dat is eigenlijk de mogelijkheid die er nu met DAGcoin voor jou ligt. Dat je meegaat in die ontwikkeling, dat je daarbij kennis opdoet en dat je daar uiteindelijk, denk ik, een stuk beter uit zult komen dan dat je er nu voor staat. Wil je nou weten hoe het echt werkt? Kijk dan even naar het derde filmpje. Want dan ga ik echt in op de technologie, de verschillen tussen blockchain en DAG-chain. Maar om je alvast even een beetje een cliffhanger te geven daarvoor. Dit is een applicatie die ik op mijn Android-telefoon heb geïnstalleerd. Dit is een DAG-wallet, een portemonnee waar in dit geval 4,4 DAG-coins, cryptocurrency, in staan. Wil jij aan mij geld overmaken? Dan heb je eigenlijk alleen dezelfde app nodig. Scan je mijn QR-code, maak je binnen seconden een bedrag in DAG-coins aan mij over. Wil ik iets aan jou versturen? Dan kan ik heel makkelijk jouw barcode scannen, jouw QR-code scannen en datzelfde met jou doen. Dit is waarom het in de wereld gaat werken. Iedereen met een telefoon en internettoegang heeft een betaalmiddel in handen, wat, omdat het aantal DAG-coins in aantal beperkt is en nooit zal toenemen, uiteindelijk aan waarde zal gaan winnen. Nu, over een aantal jaar en ook in de toekomst. Dat is wat het echt verschillend maakt met alle andere cryptocurrencies die er nu in de wereld beschikbaar zijn.